Dennis Schouten blijft standvastig in zijn besluit om geen hulp te aanvaarden nadat hij vorige week zijn euthanasiewens openbaarde. In de nieuwste aflevering van zijn YouTube-serie Roddelpraat deelt de presentator zijn gedachten over de reacties die hij heeft ontvangen. Het was niet heel moeilijk voor mij, de vorige uitzending en hoe dat allemaal werd opgepakt, begint Schouten. Omdat ik al jaren weet wat ik wil en hoe ik erin sta. Dat is oprecht geen grap. Ik heb er ondertussen al een tijdje vrede mee en vind het goed. En mensen die mij goed kennen wisten al langer dat het zo is, dus die schrokken er ook niet zo heel erg van, de eerste lijn om mij heen. Schouten onthult dat de mensen direct om hem heen meer moeite hadden met de constante stroom van telefoontjes en berichten die ze ontvingen. Met de vraag: hoe zit dit? En we moeten hem helpen. Ik heb zo verschrikkelijk veel mails gekregen. Ik moet me bekeren tot de islam, ik moet aan de Ayahuasca, ik moet een microdosering van LSD. Ik hoef die hulp niet, het is goed zo voor mij. Vorige week deelde Schouten zijn euthanasiewens in verband met een boek over hem dat op 2 april wordt uitgebracht. Hierin gaat hij dieper in op zijn verlangen om niet meer te leven. Het idee dat dit verhaal een publiciteitstunt zou zijn om meer boeken te verkopen, ontkracht hij opnieuw. Ik verdien ongeveer 1 euro per verkocht boek, benadrukt hij opnieuw. Het zou ontzettend gestoord zijn als ik zo'n verhaal verzin om een boek te verkopen.